We gaan er een lab op geven. We gaan laten zien dat we kunnen skaten. Skaten Bree kan zich helemaal laten gaan. Het skatepark op de Bonenput is volledig vernieuwd. En dat werd aan het begin van de vakantie in de verf gezet met een officieel openingsmoment en met een initiatiecursus voor beginners. Wat wilt jij leren? Zeg eens iets. Kickflip. Ik zal je dat uitleggen, maar dat gaat sowieso vandaag niet lukken. Hè? Ja, ik moet je eerst gewoon goed leren rijden en zo. Daarna kun je beginnen met ollie en trucjes, grinden en zo. Ik heb bijvoorbeeld 360 flip. Dat is als je dijk een kickflip doet en 360 graden draait. Bijvoorbeeld 50-50 grinders met twee assen over een paar grinden of zo. Geollied, ja, half 180. Als je op de rail komt, heb je gewoon een voorhang. Zo, ja, dat je nu naar achter schiet. En als je uit wilt gaan, dan draait je met de schouders. Ik skate van zo vorige zomer. Ja, dat is goed. Ja, ik vind het wel fijn. En zijn je zo met vrienden bezig? Oh, ja. Goed. Ja, we hebben vandaag kickflip geleerd. En we hebben vandaag ook axelstal geleerd en zo. Dat wij daar energie in steken, dat wij daarmee bezig zijn. Het stadsbestuur wil van Stadspark De Bonenput een aangename plek maken voor iedereen. En investeerde daarom de voorbije jaren zwaar in het park. Vorig jaar, in 2011... hebben we eigenlijk de ondergrond vernieuwd van het skatepark. En dan dit jaar, 2012, was er budget voor nieuwe skate-toestellen. Sandbox combination, halfpipe, roll-in, flatbank, de kickerramp en de grindrail double. Wat dat allemaal mogen betekenen, maar het is toch goed, dit laatste alleen voor €46.823. Ja, je hebt ongeveer alles, maar het is misschien ook wel... Minia's zijn al redelijk hoog, dus iets meer voor gevorderde skaters. Maar je hebt ook wel kleine toestellen, dus iedereen kan hier wel iets leren. Ja, bij sport moet je gaan trainen en alles is zeer gedisciplineerd en zo. Dus je moet naar je trainer luisteren. Hier doet je gewoon wat je wilt. Als je die dag zin hebt om te skaten, dan skate je even, anders gaat je in de zon zitten. Dus ja, dat vind ik het fijne.